Nee hoor, het is afgelopen. Duitsland slaagt er niet in de Tweede Wereldoorlog te winnen. In de slotfase zijn het toch weer de geallieerden die te sterk blijken. Duitsland dat in de eerste helft agressief en aanvallend was begonnen, maar het tij keerde dus na die gevoelige uitnederlaag bij Stalingrad. En ook op het thuisfront bleek het Rode Leger gewoon een maatje te groot. We hebben de eerste reacties binnen. SS-leider Himmler staat bij Jan-Joost van Gangelen. Hij zegt dat hij het ontzettend jammer vindt voor de hele groep. Dat er jarenlang goed samengewerkt is om het ene doel te bereiken. En zegt dat hij teleurgesteld is. Maar dat ze ook niet te lang in de negatieve stemming moeten blijven hangen. Ook wij moeten weer door, zegt hij. En uiteindelijk een verdiende overwinning voor de geallieerden. Nou, dat is een sportieve reactie daar vanuit het Duitse kamp. Nederland, dat dus niet in het stuk voorkwam, dat in de beginfase volledig overlopen werd. En Duitsland verliest hier dus zijn tweede wereldoorlog op rij. De positie van Adolf Hitler lijkt nu onhoudbaar geworden. Tot zover hier vanuit Europa.